Jij bent echt knettergek. Dat zeg ik toch niet. Straks ga je me nog vertellen dat je een triootje wilt. Ik moet er niet aan denken. Nee, nee, natuurlijk niet. Je laat mij gewoon het vuile werk opknappen. Wat ga jij eigenlijk ondertussen doen? Je nageltjes veilen? Doe niet zo, idioot. Geen haar op mijn hoofd denkt eraan om jou als hoer te gebruiken. Weet je wat jij kan doen? Op zoek naar een nieuwe personal assistant. Met de nadruk op personal. Waar ga je naartoe? Wat heeft zij nou? Telefoontje er. Broer heeft een ernstig ongeluk gehad. Ik kan gewoon nu aan. Oké. Okay. Oh, jij bent vroeg. Spijt van gisteravond? Geen seconde. Nou, dat kan ik niet zeggen over Remco. Die betreurde het zeer dat jij zo plotseling verdwenen was. Je hebt ongetwijfeld een geweldige smoes bedacht. Dat mocht helaas niet baten. Ik heb hem moeten beloven dat jullie elkaar zo snel mogelijk weer zouden zien. Ik pak Remco aan op mijn eigen manier. Zolang je bij mij in dienst bent, doen we het op mijn manier. Ik laat me niet prostitueren. Gelukkig maar. Ik drijf geen bordeel. Nou, mooi. De rest heb ik allemaal al geregeld. Ik vertel je de ins en outs een andere keer. Als wij... Mijn grenzen. Ik vind het te riskant. Als alles goed gaat, dan heb jij volgende week Remco's aandelen in handen. Als. Het is een grote gok. Als hij niet toehapt, zijn we hem kwijt. En hoe heet je ook alweer? Ik heet Bianca. Dank voor je komst, Bianca. We hebben je niet meer nodig. Wat wil je dan doen? Jij kan ook gaan. Ik had het ook zelf moeten regelen. Ik had het niet aan jou moeten overlaten. Zeg, wat is jouw probleem? Die keurige, getrouwde, christelijke Remco Houtman zit iedere week in Club Shirley. Waar die hele rare dingen doet. Hoe weet jij dat? Ik heb ook zo mijn contacten. Ik kreeg vanmorgen een telefoontje. En zijn vrouw weet van niks. En zij? Heeft hij helemaal geen problemen mee. Maar ja, als jij liever wil dat we gaan... Hey, Jasmin. Leuk je te zien. Remco. Ja, ik wilde net gaan. En je plaats wordt ingenomen door deze charmante dame. Nee, die gaat met mij mee. Ja, we hebben nog wat dingen te doen. Jammer. Ze blijven. Die dingen kunnen best wel wachten. Remco, mag ik je voorstellen? Bianca de Vries, mijn assistant PA. Aangenaam. Jij zei toch net dat we... Ga zitten. Zo, dames. Gefeliciteerd. Je krijgt je museum. Dat is goed werk, Bert. Dankjewel. Ja. Ik bel je zodra ik je weer nodig heb. Ja. Het blijft ook altijd even koelen. Ja, ik moet weer aan het werk. Oké. Nou, tot ziens. Hotel bouwen en een restaurant. Een hotel waar je hond mee naartoe kan nemen. Dat lijkt me een fantastisch idee. Mijn honden worden ook altijd geweigerd. Zelfs hier. Vreselijk is dat. Heb je ook een hazenwindhond? Nee. Ik moet hem wel bij kunnen houden als ik zo'n rondje doe. Ik heb een chihuahua. Weet je hoe die heet? Nee. Lolita. Vernoemd naar mijn ex-vriendje. Je hebt een ex-vriendje dat Lolita heette? Nee. Zo noemde ik hem. In het echt heette hij Jan Willem. Maar ik moest hem altijd Lolita noemen. Nou ja. Nou, je houdt er nogal rare vriendjes op na. Hadden wij niet een afspraak? De bruiloft. Oh, jeetje. Ja, geef niet. Remco, ik neem begin volgende week contact met je op. Jij zorgt wel voor Remco en Bianca. Doe. Dag. Dag. Wat een raar verhaal is dat. Wie laat zich nou Lolita noemen? Ik weet niet of ik dat hier kan zeggen. Zou je het ergens anders wel kunnen zeggen? Ja, dat is heel erg vreemd dat daar het echt is. Nou. Oké. Meneer Houtman. Wie had dat nou kunnen denken van zo'n keurige meneer? Nou, ik niet. Nee, zijn vrouw zeker niet. Wacht. Oh.
Willy.